Nou, dit hok gaan wij oranje verven, gewoon omdat het kan. En er komt al een heel groot racegarage aan de zijkant op te staan. En we zullen vandaag laten zien hoe we dit in een dagje kunnen werken. Oké, welke kleur was die? Ja, hij wordt oranje. En dan het dak moeten we nog maar even kijken wat voor kleur die wordt. Maar we gaan hem eerst ontdoen van de Peugeot tekens, want... Dit wordt wel weer een leuk projectje, zeg maar. Ja, dit wordt wel weer een uitdaging op zich. Waar eerst de show zat, komt nu zometeen aan Facebook en YouTube te staan. Dus er moet wel ruimte gecreëerd worden. Ja. Alleen nu is de vraag nog, moeten we hem nog gaan schuren? We zijn toch beunhazen. En we rollen hem gewoon lekker over. Ja. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Ja. Het is ook wel een leuk effect als alles er weer afbladdert. Nee. Ja, dan hebben we nog een keer wat te doen. Ja. Ik weet niet. Dat kan altijd nog, ja. Ja. Dan doen we het nu eerst wel zonder te schuren. Kijk, hij is vandaag voor zijn logo's. Het belangrijkste is gebeurd, denk ik. Nou, aan het oude houden, hij heeft heel veel spijt van zijn idee. Je mag echt drie lagen, want dat is volgens mij. Nou ja, het gaat best snel zo. Ja, dit ziet er nog niet uit. Is het niet ook een bakje of zo? Zeg, goed werk? Ja, jij doet niks. Kijk maar, ik doe ook wat. Ja, mag ook in de kraan. Nee. Kijk, als je er snel bij bent, dan kan je het zo weer afhalen. Ja. Je werkt dat met zwangerschap ook zo? Ja. Oh, ja, ja. Ja, ja. Dit lijkt net zo'n garbage in een auto straks. Oh, dat kunnen we ook nog wel mee. Dat is wel een goed idee trouwens, om met een 306 station, ja, daar aan mee te doen. Die dak gaat van wat, hè? Wat jij daar doet, met dat is handig. Ja, dit is voor het snelle werk. Wacht, dat moet je zien. Mooi weer. Gelukkig hadden ze nog vier platte verf bij de formido. Dus als we verf tekort kwamen, konden we die vier ook nog ophalen. Heb je ook verteld wat je ging doen? Ja, ik heb verteld wat we gingen doen en die vrouw die lachte me eerst finale uit. Want ja, ze adviseerde om een primer te gebruiken. Dat doen we dus niet. Dat was het Engelse woord voor ondergrond. Ja, doen we niet. Dus ik zeg, hij kan nooit gebruikt. Ja, misschien hadden we het ook kunnen doen. We hadden misschien kunnen opschuren. Allemaal dingen die we misschien hadden kunnen doen. Ja. En die deur geeft die gewoon zwart blijven. Ja. Ja, dat is voor volgende keer. Als dit weer af is gebladerd, dan gaan we hem helemaal weer opschuren. Ik niet hoor, ik ga veel op, maar jullie gaan op mijn afschuren. Best ja, ik heb een schuur. Heel leuk idee. Zij het ook zelf. Donker is al een klein keer. En dat zei ze zelf hoor. Hoekjes donker. Gewoon Maar deze moest ook zwart blijven. Die is nou rust nou joh. Ah, dat kan wel, dat lijkt wel stoer. Die is toch beschadigd, dus die krijg je toch nooit meer. Ik doe het een TNT logo af. Ja! Maar ja, daar kennen ze je ook wel een beetje natuurlijk. Jawel, ze vonden me ook heel toepasselijk dat ik iedere maand een beetje een andere auto nodig had. Dan heb ik bewezen waarom was dat. Dus nou, ze klaar met mij. Ik heb hier nog een kleine drinkje.
mooi. Ja, dat lukt er niet meer. Ja, jullie niet mee. Ja, dus heb je raam nodig. Ja, doe ze wel in de. Het gaat regenen, dus dan moet ik naar binnen. Nou, dat was. Doei! Hé, kijk. Okay. Manus, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het tekenen. Wat ben je aan het tekenen? Het logo, voor op jouw auto. Cool. Ja, nou staat heel erg lang bij de sloot. Maar... Ik kan me zo wezen dat ik het volhoud dat ik gewoon... Als je aan die motor had, dan moet je de deur wel. Naast. Zo gast. Dik. Dik logo. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het echt machtig. Dit was gewoon het laatste wat ik had verwacht dat ik vandaag nog zou doen. Ja, gisteravond. Allemaal bier drinken. Dat kun je dat goed zoeken. Het wordt bijna professioneel. Zijn er soms weer die zuurzak erop? Ik zie het goed naar. Nee, dit zijn gewoon mijn. Ja, dat is van de wal. Oh, die heb ik wel gevonden. Vind je dit mooiste dat je grondverf gebruikt hebt en zo? Heb je nou ook, als je nou ook nog wit zou? Ja, ik heb witte spuitbus bij me. Oh, ja, dan kun je deze ook weer terugbrengen, ja, kassen. Ja. Heb je bier wel bonnetje van? Waar heb je die gekocht dan? Telefoon, joh. Is hij los vandaag? Ja. Ach, ja, jong. Tot vijf. Nou, dit is project 306. Zoals je aan het begin zag, was die gewoon lekker zwart. Hij is nu oranje geworden. Toen we begonnen, viel het ons best wel tegen. Hij dekte niet echt lekker. Ja, maar dat kwam misschien ook wel omdat we geen primer hadden gebruikt, wat die vrouw adviseerde. Maar het eindresultaat mag er toch wel een beetje wezen. En we zullen hier veel kilometers mee gaan maken.